Hallo, mijn naam is Martijn van Grootel en in deze korte instructievideo laat ik zien hoe je het opleidingsplan kunt opstellen middels een daarvoor ontwikkeld Excel-bestand. In het opleidingsplan worden de onderdelen van het curriculum uitgezet in de tijd van elk leerjaar en wordt er een logische volgorde vastgelegd. Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit bestand, stuur dan even een mailtje naar bureau@oabdekkers.nl. Oké, als u het Excel-bestand heeft geopend, ziet u dat het bestaat uit twee bladen, een leeg voorbeeld en een ingevuld voorbeeld. Ik neem even het lege voorbeeld met u door. Aan de linkerkant heeft u ruimte om uw opleiding weer te geven, bijvoorbeeld kerntaak 1, werkproces 1.1 en het werkproces neemt reserveringen aan. En u kunt aangeven waar u dit werkproces in de opleiding terug wilt laten komen. Dat doet u heel gemakkelijk door aan deze kant, bij leerjaar 1, 2 of 3, bij de verschillende onderwijsperiodes, aan te geven, nou, waar komt dat werkproces terug. Bijvoorbeeld in periode 1, periode 2 en periode 3. U ziet dan dat de cellen automatisch groen worden. Dat geeft u een indicatie dat u dat werkproces in leerjaar 1 gaat geven. Het mooie is dat als u helemaal naar de rechterkant van dit blad gaat, dat u bij de P een overzicht krijgt van hoe vaak de werkprocessen in de opleiding terugkomt. En u kunt dus achteraf, nadat u het helemaal heeft ingevuld, krijgt u een indicatie van hoe zwaar de werkprocessen in de opleiding terugkomen. Nou, dit is een voorbeeld hoe u zelf een opleidingsplan weer kunt geven, zodat u een mooi overzicht heeft van de werkprocessen over de opleiding heen. Een voorbeeld daarvan van front office niveau 3 ziet u hier, waarin de kerntaken, de werkprocesnummers en de werkprocessen zijn ingevuld. En aan de rechterkant ziet u voor front office een voorbeeld hoe zij de werkprocessen terug laten komen. En aan de rechterkant hoe vaak de werkprocessen dan terugkomen. Nou, mocht u het daar dan niet helemaal mee eens zijn of mocht daar nog discussie over ontstaan, dan kunt u daar uiteraard aanpassingen in doen, zodat de werkprocessen mooi verdeeld worden over de opleiding heen.